Er is absoluut geen discriminatie naar beleidsgebieden. Er is krapte aan financiële middelen. En dat zal altijd zo zijn. Ook in ruime situaties is het dat je moet toemeten. Dat je moet toemeten. En daarin is het, ja, er is soms een beetje gehaal en getrek. Ik zeg het oneerbiedig. Er is soms een beetje gehaal en getrek om geld. Maar het betekent niet dat beleidsgebieden verwaarloosd worden of niet aan de orde komen. Als u wilt, ik wil een aantal voorbeelden noemen. De NVB is genoemd. NVB heeft in 2022 bijna 58 miljoen ontvangen aan subsidies. De SMS heeft bijna 5 miljoen ontvangen aan subsidies. PLO 18 miljoen in het jaar 2022 aan brandstofcompensatie. Let u op de bedragen die het jaar daarop gaan gebeuren. Dus NVB gaat van 58 miljoen naar 116 miljoen. Verdubbeling van de subsidie in een jaar. SMS van 5 miljoen naar 10 miljoen. Verdubbeling van de subsidie in het jaar. PLO 18 miljoen aan brandstofcompensatie naar 113 miljoen aan tegemoetkomingen. In overleg. En voorzitter, geen reden om te denken dat beleidsgebieden verwaarloosd worden of gepest worden. Brandstofleveringen ten behoeve voor elektriciteitsvoorziening binnenland 2023, 105 miljoen. Voorzitter, ik heb informatie over STVS. Voorzitter, ik wil aangeven misschien. Als daar behoefte toe is, als er het idee is van daar wordt in gediscrimineerd, daar wordt met twee maten gemeten, laten we dit een keer uitvoerig met elkaar bespreken. Want uiteindelijk, voorzitter, als er onderwijzers zijn, zijn ze voor alle Surinaamse kinderen. Ongeacht. Als de gezondheidszorg financiering krijgt, is die gezondheidszorg voor alle mensen. Als de wegen gemaakt worden, rijden we er allemaal over. Het maakt niet uit, geen partij, geen oppositie, geen coalitie, het is allemaal. In mijn eerste speech in dit parlement, voorzitter, toen u me verwelkomde, heb ik gezegd dat mijn partij me geleerd heeft. Een van de eerste dingen, je bent minister voorgedragen door een partij, je bent minister voor alle mensen van dit land. En dat is ook de manier waarop wij besturen. Ik merk in mijn coalitievoorzitter, en ik moet ook zeggen, ook in uw college merk ik dat hier voornamelijk het gevoel wordt uitgedragen dat we er voor alle mensen zijn. Ik moet zeggen dat we, ik hoop niet dat meneer Bouwman gaat zeggen, amai tak mooi baka, maar het is zo. We komen samen verder. We komen samen verder. Hij wil het niet horen, maar het is wel zo. Voorzitter, maar, het is belangrijk dat overheidsdiensten en overheidsbedrijven dat die opbrengsten kunnen genereren, dat ze dat ook doen. Als STVS inkomsten kan binnenhalen, als de NVB inkomsten binnen kan halen, moeten ze dat ook doen. Niet blijven wachten op de subsidies, dat kan niet. De centrale overheid kan dat niet trekken. Het tweede is dat bedrijven en diensten moeten besturen op basis van goede bedrijfseconomische uitgangspunten. Ook al ben je een ziekenhuis, ook al ben je een bedrijf dat altijd subsidie zal ontvangen. Je moet verantwoorden. Je moet goede bedrijfseconomische principes toepassen. Je moet ervoor zorgen dat je zorgvuldig met je geld omgaat. Het is gemeenschapsgeld. En dat is wat we wel verlangen, niet verlangen, we eisen dat. We eisen dat van diensten en van bedrijven. En als die gelden nodig zijn en ze zijn grote bedragen, is het niet erg. Maar als het kleine bedragen zijn die verspild worden, doet het pijn. Het gaat niet om de grootte van het bedrag. Het gaat erom dat het verantwoord moet zijn. En voorzitter, die verantwoording moet afgelegd worden. Die verantwoording is vereist. Het is geld van de Surinaamse gemeenschap. En de gemeenschap heeft recht op die verantwoording. Vandaar ook, voorzitter, dat er geen enkele irritatie is om een tweede keer, of een derde keer, of een vierde keer in uw parlement de informatie...